Yo, wat up gasten? Welkom bij deze nieuwe verse 50. Yes! We hebben langer moeten wachten, maar hij is er! Ja, woe! Yay, leuk. En vandaag gaan we het hebben over... Je kan de titel wel lezen. Ja, 50 smoesjes om te laat op school te komen. Want je kent het wel. Het is net weekend geweest. Je ligt lekker in je bed. En je wekker gaat af. Natuurlijk wil jij dan even uitslapen. En laat ik nu net 50 smoesjes voor je hebben. Yes! Laten we direct beginnen. De deur moest nog geschoren worden. De trein had een lekke band. Er was een meteoriet neergestort, dus ik moest helemaal omlopen. Mijn benen wouden even uitslapen. Gisteren deed ik per ongeluk GHB in mijn eigen drankje. Mijn ketting lag eraf. Ik brak mijn benen over een vliegende dino. Sorry dat ik te laat ben. Meerman en Mosjongen zouden me naar school toe brengen. En ze waren vergeten waar ze onzichtbare boom wilden gaan parkeren. Nou, dat overkomt mij weer net, hè? Zal je altijd zien. Sorry dat ik laat ben. Ik kon niet naar buiten, want ik ben allergisch voor lucht. Ik ben te laat, want ik moest mijn nageltjes nog lakken. Ik ben toch op tijd? Het is 7:15, alleen er is niemand. Oh, je bedoelt 7:15 's ochtends. Oh. Ik heb mijn knie gebroken toen ik struikelde over de deurmat. Ik ben gewoon heel bang om op tijd te komen. Ik moest naar de tandarts. Sorry, mijn wekker had zich verslapen. Sorry, ik was gisteren overleden, dus ik moest even mijn eigen begrafenis regelen. Ik moest mijn oksels nog poetsen. Ho, wacht even, ik ben niet te laat. Ik ben gewoon gefaald met op tijd komen. Ik was vergeten hoe je moet fietsen. Ik moest nog even condooms gaan kopen, want ik ben heel erg genaaid met alle proefwerken die we vanmiddag hebben. En als je genaaid wordt, kan je beter veilig doen. Ik was vergeten hoe je wakker moet worden. Ik ben te laat, want ik was verstopt aan het spelen met mijn sleutels. Onderweg naar school werd ik aangevallen door wilde ratten van level 3, maar ik heb mijn masterbal gebruikt en ik heb hem gevangen. Ja, sorry, ik had een romantisch weekendje gehad met mijn bed en dat wou ik even goed afsluiten. Mijn vader was vergeten het slot van de kelder af te halen. Ik ben te laat omdat jouw lessen gewoon kut zijn. Onderweg naar school werd ik aangevallen door Badahari. Ja, dat overkomt iedereen tegenwoordig. Ik ben heel ziek geworden, want ik bestelde gisteren cola zonder prikken, alleen zat wel prikken, want ze hadden namelijk een egel in gedaan en nu ben ik heel erg ziek. De deur van dit lokaal is een arrogante lul. Hij wou me niet naar binnen laten. Gisternacht schrok ik wakker door een hele grote knal. Dus ik schrok me de tering. Ik ren de woonkamer in met een bezem. En ik kijk zo en ik zie de Mickey Mouse. Ik achter Mickey Mouse en red die weg. Had hij mijn wekker gestolen. Dus ja, dan werd ik niet wakker vanochtend. En heb ik hem verslapen. Sorry. Mijn sleutel had ruzie met de sleutel gehad. Dus ik kon mijn kluisje niet open doen. Sorry dat ik te laat ben. Ik kreeg ruzie met de boom. Want hij was aan het kijken naar mijn meisje. De viespeuk. Vanochtend ging ik het vuilnis buiten zetten. Alleen ik had per ongeluk de hond van de buren ertussen gedaan. En ja, na heel lang zoeken vond ik de hond. Alleen hij was dood. Gelukkig maar, dat beest was irritant. Oh. Ik vloog van mijn jetpack af, want ik had veel te veel tegenwind. Ik ben op tijd. Snap je hem? De naam Ben op tijd? Dan ben je altijd al... Daardoor! Ik koning Wolly, hoef geen te laat briefje. Ik heb mijn eigen tijden. Mijn afspraak bij de dokter liep uit. Sorry dat ik te laat ben, ik was in slaap gevallen tijdens de vorige les. Oké, wacht even, waarom ik te laat ben? Jij hebt mij niet wakker gebeld of zo. Zie je, nu heb ik het weer gedaan. Dit gaat altijd zo, ik ben er gewoon klaar mee, ik ga naar huis. Sorry dat ik te laat ben, ik moest de kinderen in mijn kelder nog eten geven. Sorry dat ik een uur te laat ben, ik dacht dat de wintertijd vandaag inging. Oh, sorry, ben ik te laat? Nu moet ik zeker nablijven, of niet, juffrouw? Ik ben heel stout. Ik heb gisteren heel veel geleerd en geoefend met biologie. In de praktijk. Mijn brood was allergisch voor de boter, dus ik moest nieuw brood kopen. In mijn slaap trok ik per ongeluk de stekker uit mijn wekker, want ik sliep nog zo lekker. Sorry. Oké, wacht even. Ik ben echt te laat, want ik heb een briefje van mijn moeder. Schaakmat, bitch. Sorry, de berenboot had vertraging. Nou ja, ik ben wel gekomen, maar niet op tijd. Mijn vader zou me afzetten op school en die is vandoor gegaan met zijn hoovercraft. En de volgende keer laat ik me afzetten door Bram Moscovici, want hij is iemand die echt weet hoe je iemand kan afzetten. En dat waren ze alweer. 50 smoesjes. Oh mijn god, wat hebben wij genoten. Eigenlijk heb je niks in deze smoesjes. Woo! Dus stuur ze daarom door. Stuur deze video door naar iedereen die te laat komt. Stuur deze video door naar iedereen die altijd op tijd is. Stuur deze video door naar iedereen die niet opkomt dagen überhaupt. Woo! Het komt erop neer dat deze video goed is voor heel veel mensen. Ik bedoel, ga maar na. Stuur deze video naar 50 anderen. En jij kan met 50 mensen uitslapen. Dat moet wel echt een masterorgie worden. 50 mensen. Woo! Pak de link hierboven. Stuur hem dus door via Twitter, Facebook, MySpace, Hive, MSN, Hotmail. Verzin het maar. Gewoon doen. Geef een groen duimpje als je een YouTube-account hebt. En geef een groen duimpje als je geen YouTube-account hebt. En voor de mensen die mij nog niet kennen, aangenaam. Ik ben Bardo Ellis, een jongen met overgewicht van YouTube. En je kan op mij abonneren door hierboven te klikken. En dan krijg je wekelijks een update van mij over een nieuwe video. Woo! Hoe vet is dat? Oh, er reageert niemand. Ja. Abonneer ik al hierboven. Zometeen zie je allemaal video's in beeld, zijn allemaal klikbaar. En dan krijg je nog meer smoesjes. Toch bedankt voor het groene duimpje. Het delen van deze video met al je vrienden. En het abonneren op mij hierboven. Woo! Gasten, bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Bye.